Organisatie van de definitie etnisch profileren. En er is een pilot gekomen onafhankelijke klachten bemiddelaars. Peter, dan wil ik jou graag naar voren roepen, want dit had niet plaats kunnen vinden zonder jou. Kan jij vertellen aan iedereen wat we onder andere gedaan hebben? We hebben samen een handelingskader gemaakt. En dat handelingskader dat is binnen de leiding van de politie besproken en ook goedgekeurd. En dat is nu het standaard document hoe wij omgaan met proactieve controles. Daarin is de definitie van Amnesty, van jullie, waar we overeen gekomen zijn, die is daar ook in verwerkt. En daar zijn we het over eens. We hebben ook heel veel gediscussieerd over het feit dat sommige bevolkingsgroepen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit. En of dat dan wel of geen rol mag spelen bij het besluiten van een controle. En dat mag geen rol spelen. De definitie is heel belangrijk. Want de politie gebruikte dit als definitie. Louter op basis van iemands uiterlijk controleren. Kijk, dat gebeurt bijna niet. En degene die dat zouden doen, wat zou ermee moeten gebeuren? We gaan nu wel heel snel. Nou, wat er met hen moet gebeuren, maar dat is wat ik steeds zeg. Kijk, etnisch profileren als iemand dat gewoon bewust doet. Bewust iemand controleren omdat je bijvoorbeeld gewoon denkt van nou, hè, Marokkaanse jongens die komen vaker voor in criminaliteitsstatistieken bij bepaalde delicten. Ik ga nu gewoon consequent Marokkaanse jongens controleren. Als je dat doet, dan dat is de weg richting uitgang bij de politie. Dat is discriminatie en dat is niet, wordt niet getolereerd. Amethyst that I hold in my hand that's connecting my crown to all the stars in the universe. Look up and feel its infinity. There is infinite possibility that you can't see. It might seem black to you, but it's infinite like me. I'm not black, I'm deep. We hebben wat tijd met elkaar gespendeerd. Er is inzicht gekomen en Peter heeft zich er hard voor gemaakt. Dat heeft geleid tot een nieuwe definitie. Bij de nieuwe definitie is het zo dat etniciteit bij de beslissing of je iemand controleert alleen een rol mag spelen als er een objectieve rechtvaardiging voor is. In beleid, voor de duidelijkheid. Niet controleren omdat hij op het oog tot een groep behoort die oververtegenwoordigd is in de misdaadstatistieken. Of omdat hij wat betreft uiterlijk, of enkel zijn uiterlijk, in die buurt niet thuis hoort. Dus dat betekent dat het argument van oververtegenwoordiging in de misdaadstatistieken, dat mag niet meer gebruikt worden. Want dat is al een vorm van etnisch profileren. Maar de kern is dat als je een signalement hebt, als het duidelijk is dat een bepaalde dadengroep in een bepaalde buurt enzovoort enzovoort bezig is, dan zijn er objectieve omstandigheden, dan kan etniciteit een rol spelen. Maar statistische gegevens of al dat soort dingen gewoon absoluut niet. Maar als het goed is gaan we in februari starten op 10 teams door heel Nederland. En als we daarmee gaan werken, dan worden alle controles die worden gelogd. Dat betekent ook dat als een politieambtenaar iemand wil gaan controleren en die toetst dat kenteken in, dan krijg je meteen die historie hoe vaak die auto, die persoon al gecontroleerd is. En of daar wel of geen bijzonderheden waren, of daar wel of geen bekeuringen zijn uitgedeeld. En dat is dan input voor de beslissing of je wel of niet die persoon opnieuw controleert. Wordt dan de persoon die staande wordt gehouden gecontroleerd of wordt de agent gecontroleerd? We moeten natuurlijk wel dan een klacht hebben of een indicatie. Of wij kunnen zoekslagen in het systeem waarschijnlijk gaan doen om te kijken wie wordt er nou heel vaak gecontroleerd. Er valt me iets op aan de pilot die gaat worden uitgevoerd. Het is volgens mij echt precies verkeerd om. De pilot lijkt er nu van uit te gaan dat het probleem is dat bepaalde mensen
dat die er een punt van maken dat ze etnisch worden geprofileerd en dat er daar dan onderzoek naar moet worden gedaan. Terwijl het probleem is dat er door de politie bepaalde groepen vaker uit worden gelicht. Dus je moet niet kijken naar welke mensen worden er vaker uitgelicht. Je moet echt kijken naar welke agenten doen dit vaker. Waarom wordt daar niet naar gekeken? Waarom is hiervoor gekozen? De teamchefs die dragen heel nadrukkelijk uit dat etnisch profileren volstrekt uit den boze is. Maar een chef die kan dat wel iedere keer van de kansel preken, zeg maar. Maar vaak werkt het veel sterker als collega's op de werkvloer elkaar daarover aanspreken. Nou, daar is een systeem van ambassadeurs. Die hebben extra opleiding en training. Die zijn met hun collega's daarover in gesprek. En op het moment dat er een indicatie is dat een politieman zich structureel met etnisch profileren bezighoudt, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken. Ik geloof veel meer vanuit die intrinsieke motivatie die je bij politiemensen wil bewerkstelligen. En dat gebeurt door leiderschap en dat gebeurt door collega's op de werkvloer die elkaar daarover aanspreken. Nee, maar dit vind ik wel een belangrijk punt, want het is duidelijk dat intrinsieke motivatie vooralsnog niet heeft gewerkt. Ik bedoel, intrinsieke motivatie heeft al 30, 40 jaar lang niet gewerkt. Die recente discussie in ieder geval, allerlei gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, Mitchell en Enriquez, de controle van Typhoon heeft enorm veel media-aandacht gegenereerd. Ben ik er zelf achter gekomen dat het niet zozeer de intrinsieke motivatie van de politie was om te veranderen, maar de druk van buitenaf. Ik vind het niet nodig om te zeggen, nou, we gaan nu van alle politiemensen uitgaan dat ze in principe etnisch profileren en dan gaan we ze allemaal lopen controleren. Nee, ik wil een indicatie hebben dat er etnisch geprofileerd wordt en dan kun je dat controleren. Maar misschien ook een reframe, want je gebruikt steeds het woord controleren. En ik weet dat dat heel erg gevoelig ligt binnen de politieorganisatie, waarbij het nu heel erg gaat over het waarderen van de professionaliteit van de agent. Maar je kan het ook zien als een tool waarbij je inzicht krijgt in agenten die het nu nog niet kunnen en die je dan gaat ondersteunen met extra training, zodat ze het vervolgens wel kunnen. Door er als Amnesty over te beginnen, probeerden we ook duidelijk te maken, want iedereen weet natuurlijk als Amnesty ergens over begint, dan doen we dat omdat dat een mensenrechten schending is en daarom zijn we dat gaan agenderen. En bij mensenrechten schending is het zo, daar heb je een verantwoordelijke, namelijk voor die schending, in dit geval de overheid, en die houden we verantwoordelijk voor het onderkennen van het probleem. Nou, dat stadium zijn we inmiddels wel gepasseerd. En nu dus het ontwikkelen van en uitrollen of implementeren van goed beleid. En daar zitten we nog middenin en daar worstelt de politie nog mee. Dus veel werk aan de winkel voor ons nog. Ik wil ondertussen wel graag wat cijfers zien. En ik vind dat de politie daar zelf voor moet zorgen. En wij als burgers moeten iets gaan merken. Ik wil minimaal 10% vermindering van het etnisch profileren door de burgers geteld. Graag iets van de politie ook. Ik denk dat dat haalbaar is in een land die zo heftig op dit punt zit. Dat 10% niet zo idioot is om te vragen. Op dit moment zetten wij niet de stap dat inderdaad elke controle apart geregistreerd moet gaan worden. Daar kan ik een heel verhaal over vertellen, maar één van de redenen daarvoor is dat wij proberen om de bureaucratie binnen de politie terug te dringen. En dit zou betekenen dat we weer een nieuw systeem gaan introduceren, wat een hoop extra handelingen vergt, wat weer heel veel capaciteit kost, dat we op apparaten dingen in zitten te voeren. Dus op dit moment zijn we daar niet voor. En wij denken dat als wij nu die controles in ieder geval gaan registreren en dat die controles beter uitgevoerd worden, dat we dan een behoorlijke stap kunnen zetten en veel beter zicht krijgen op het probleem. En ook in de toekomst dat we stappen vooruit kunnen zetten dat het verbetert. Ik merk dat jullie het heel praktisch aanpakken. Omdat je echt het emotionele gedeelte gewoon mist, zijn er altijd een paar stapjes die jullie missen die eigenlijk heel logisch zijn. Het is al duidelijk dat Jantje veel minder etnisch geprofileerd wordt dan ik. Dus in die zin denk ik van, de burgers doen al hun moeite. Zelfs nu vandaag dat het sneeuwt, we zitten hier allemaal. Maar ik denk dat jullie echt veel dieper moeten gaan zoeken. En niet ja, en in dat regeltje staat dit en dit, is leuk. Maar uiteindelijk het feit dat je niet begrijpt hoe diep racisme zit. Nou, wij kunnen er wel over praten hoe wij dit verder gewoon bij iedereen naar binnen krijgen. Dat is goed, ik ben daar al heel blij mee. Oké, is goed. Ik denk dat we echt terug moeten keren naar het onderwijs, terug naar kennis. En dan vraag ik me eigenlijk af, omdat ik zeker weet dat er heel veel te halen valt, hoe het nou eigenlijk is gestructureerd met het curriculum van de politie. Wat leren die jongens nou eigenlijk? Als u wilt, kan ik u in contact brengen met iemand van de politieacademie en het curriculum kunt u gewoon inzien. En... Ja, ik ga die hand geven, wacht even. Ja. Oké, we krijgen inzage in het curriculum van de politieacademie.
Goeie Rashid, dankjewel. Dus die gaan we dan met je delen. Na tijden van praten komen tijden van daden. Dus Big Boy, betrokken burgers en Godfried hebben een sfeer geschapen. Precies dat was hetgene dat nodig was. Want nog steeds worden mensen beoordeeld om hun uiterlijk en of ras. Etnisch profileren, geen nieuws. Zelfs tientallen jaren geleden werden de mensen beledigd, vernederd of raar aangekeken. I was on the news again. Na 63 jaar vinden agenten nog dat staande houding moet. Om die reden hoop ik dat deze sneeuwstorm verandert in een zondvloed. En surf dan maar eens op de golf die op je afkomt. Als we blijven beoordelen op afkomst, balanceert ons land op de rand van de afgrond. All of the pain is not right just behind us. Het was weer een heftige avond. Er was een veel emotie van mensen die negatieve ervaringen hebben. En dat komt altijd binnen. Geeft mij ook soms een onmakkelijk gevoel, omdat ja, de ervaringen die mensen hebben, die ken ik natuurlijk niet. Ik kan dan vooral het beleid uitleggen hoe we het allemaal willen en bedoelen. En welke stappen we zetten. En ik begrijp ook goed dat dat voor mensen soms onbevredigend is. Wat me vooral bijblijft is dat de vraag naar cijfers, naar hoe gaat het dan precies en wat als dan een politieambtenaar wel etnisch profileert, wat gebeurt er dan? En ik merk dat er een grote behoefte is om nu duidelijk daden te zien. En dat begrijp ik ook. I was on the news again. I was on the news again.